Hallo, welkom bij Genezever. De gast die we vandaag voorstellen, zijn naam is Yves Kibi Poitinelle. Dat is een man met heel veel titels. Hij is onder andere oprichter van het dichtersplatform Prozac Poetry, woordvoerder van Pax aan de Turnhoutse Baan en community builder bij Borgerhub in Antwerpen, in Borgerhout. We hebben het gehad over verschillende onderwerpen. Zoals Borgerhout, de buurt waar hij werkt en heel veel goed werk doet. Adoptie en opgroeien in België. Heel interessante podcast, dus ik wil aan de luisteraars vragen om niet te letten op de audio, want we vonden hem veel te waardevol om hem in onze klas te laten zitten. Dus enorm bedankt om te zijn gekomen, Yves. Enjoy the show. Genezever. Dat was zo'n awkward handshake. Dat is ook zo, doe het opnieuw of niet? Ja, nee, laat maar. The moment has passed. Not again, man. Not again. Dus vertel, right. Was het op vakantie? Goed, gasten. Echt waar. Creta dus, 7 dagen. 7 dagen met de familie is wel iets te intens. Dat ga ik sowieso meegeven. Mijn ouders, heel sympathieke mensen. Mijn zus, heel sympathieke dame. Maar dan 3 kleine mannen er nog eens bij. Dus dat was wel even hard gaan. Maar we zaten in een mooie agenda, noem ik het. Ergens op de midden van een berg zo. Dorpje waar daar letterlijk 7 huizen stonden. Fucking nice. Nice people, mooi eiland. En ik denk, middat we daar aan het rondrijden waren en middat ik zo de natuur zag en de mensen en de zeitgeist eigenlijk van dat eiland, dacht ik bij mezelf van, ik ga dat eiland overnemen, gast. Dus ik ga daar... Mijn initiële idee was om daar een burgeroorlog te starten. Gewoon bij mijn homies ergens op een berg te gaan zitten en dan wat guerrilla-troepen te droppen en dan gewoon... guerrilla-troepen te droppen vanuit Colombia of zo. Dezelfde gasten dat de Haitiaanse president hebben vermoord een paar dagen geleden. Ja, dat zijn ook Colombianen en Amerikanen, blijkbaar. Dus, ja, maar nu sturen ze de FBI naar daar om te onderzoeken. Hè, dus. Ja, dat is zo. Waarschijnlijk heeft de CIA het antwoord gedaan. We sturen de FBI. We sturen de pyromaan om de brand te onderzoeken. Snap je? Ja, voilà. Dat is exact dat. Maar bon, voor de mensen die je kennen, dude. Stel jezelf voor, bro. Dat is altijd een heel interessante vraag, maat. Mijn volledige naam is Yves Kibi Poitinelle. Mijn artiestennaam is Kibi Kassala. Waarom Kassala? Kassala is een Congolese of Centraal-Afrikaanse dichtkunst. En aangezien dat ik zelf pretendeer af en toe een dichter te zijn, vond ik dat wel een toepasselijk addendum aan mijn naam. Dus bij deze Kibi Kassala. Wat doe ik? Of wie ben ik? Jesus Christ. Ik ben op zeer jonge leeftijd geadopteerd uit Congo. Op zeer jonge leeftijd naar hier gekomen. Opgegroeid in Essen, of all places. Een van de meest idyllische conservatieve dorpjes van België, denk ik. Net aan de grens met Nederland, met Roosendaal. Dus ik was al heel snel bekend natuurlijk met de Nederlandse tulpenbollen. Zullen we het even zo noemen. Ja. Voor de rest, ik heb heel lang sales gedaan. Ik heb heel lang evenementen georganiseerd. Samen met een maat van mij, eigenlijk voor een maat van mij, Michael Kirloff, Back to Basics Productions, waar dat nu Psy Gathering heet, gedaan. Is nu nog trouwens bezig, Psy Gathering, de 9e oktober, denk ik. Even een kleine shout-out naar Kirloff. 9 oktober of 12 oktober is er weer een feestje in de Nox, check. Voor de rest, wat doe ik, maat? Ik werk in Borgerhout als community builder en facilitator, inspirator, whatever. Voor de rest heb ik mijn eigen poëzieplatform samen met een vriendin van mij, Cleo Klappels. En ja, ik ben een beetje social entrepreneur eigenlijk. Ik doe gewoon van alle dingen die plezant zijn. Om mensen verder te helpen, platformen op te richten, te faciliteren met platformen, mensen te inspireren. Dat is basically mijn ding. Nou, we hebben het geluk gehad om je te leren kennen. Shout-out naar Alex Jack nu daarvoor trouwens. Alex, kerel, ik ben blij dat je terug aan het optreden bent, by the way, check. En we hebben u bezig gezien eigenlijk in Borgerhub. Hoe is dat tot stand gekomen? Het werk dat ik daar doe? Hoe is dat? Toevallig. Ik lul mijn eigen overal in. Nee, maar ik, ja.
Sommige mensen solliciteren voor een job, andere mensen doen aan jobcrafting. En ik doe gewoon aan jobcrafting. Maar heel toevallig, ik ben zelf spokesperson. Ah ja, dat moest ik misschien nog zeggen. Ik ben zelf ook nog spokesperson voor Pax aan de Turnhoutse Baan. Mm-hmm. En ja, Borger Huppe ligt aan de Turnhoutse Baan. Dus wij vergaderen daar constant. Dat is onze central meeting place gewoon. Mm-hmm. En ik stond op een gegeven moment, ja, ik had al een paar keer met Sarah gemaild natuurlijk, mijn bazin Sarah, om ja, zalen te regelen, om te vergaderen, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment, we stonden buiten, op een vrijdag stonden wij buiten op het gemakje pilsje te drinken en te vergaderen. En Sarah passeerde, klein paar leken meegedaan en zij passeerde met een fotograaf. Thomas Doorn, Duitse fotograaf, die lang in Parijs heeft gewoond en in Afrika heeft rondgetrokken. Ja, cool. En ze waren toen net bezig met de tentoonstelling Thank God It's Africa op te richten. En ja, Sarah vertelde dat dus van ja, sorry, ik heb nu niet veel tijd om te praten, want ik ben bezig met een Afrikaanse tentoonstelling op te richten. En ik had zoiets van, ping, Afrikaanse tentoonstelling, ik ben Afrikaan. Let's go. Dus ik zei van ja, ik kom mijn diensten gerust aanbieden daarvoor, weet je, om eender waar ik kan helpen, help ik. Dan nadien even een mailtje gestuurd en hebben we properly afgesproken met elkaar, samen met een Thomas erbij. En dat klikte gewoon meteen. En we hebben dan die tentoonstelling in elkaar geboxt en eigenlijk sindsdien is onze eigenlijk eerste vriendschap ontstaan, zeg maar. En voorliefde voor Afrika, want Sarah is like, she's like the most wise African that I know. Ja? Zij is gewoon van Antwerpen, maar op haar 19 is die heeft Afrikaanse studies in Gent gedaan en op haar 19 is die dan naar Zanzibar gegaan. Dan naar Oeganda en Kenia. Daar heeft ze haar man leren kennen. De Bart, die van Bruggen is. Oh, echt haar crazy verhaal, gast. En dan hebben die elkaar daar in Afrika gevonden en daar eigenlijk basically gebleven. Tot een paar jaar geleden. Onze voorliefde voor Afrika bond ons direct vriendschap. En ja, samenwerken aan die tentoonstelling. En op een gegeven moment stelden zij voor van ja, ik heb een goed om hier te komen werken. En ik had zoiets van... Tuurlijk, yeah. Dit gebouw... Inderdaad. Yep. Voor de kijkers en luisteraars natuurlijk. Ik zit in het oude vredegerecht van Borgerhout, waar dat een gigantisch crazy ass en historisch beschermd gebouw is. En dat is... Het is echt heel indrukwekkend. Dat is, ja, eigenlijk moet ik jullie het laten vertellen. Ja, nee. Hoe jullie het ervaren hebben. Hoe wij het ervaren hebben, als... Ik spreek voor mezelf. Wat, ik had altijd een beetje een negatieve voorgevoel van Borgerhout. Of, als je Borgerhout er niet hoort, is het enkel maar negatief. Hè? Ja, wat dat heel jammer is. Dat is wat heel, dat heel jammer is. Ja, en als we daar dan kwamen, dan zagen we echt van oké, ze zitten hier niet stil, snap je? Dat is een levende buurt waar heel veel positieve dingen gedaan worden. We zijn nog mee kunnen gaan eten in die tuin van die mensen. Ja, aan het fundament. Ja, was dat, aan super de kerk. Cool. Waar je echt compleet verschillende mensen die niks... Allee, op het eerste gezicht totaal niet met elkaar zouden chillen. Daar allemaal samen aan het... In tuintje. In tuintje. Lekker eten, goede muziek. Ja, dat was man. Echt goede max was dat. Ja. Dat was echt cool om te zien, want dat zag je niet... Dat is niet wat de media naar voren brengt. Nee, helemaal niet. En inderdaad, ik vind dat ook fantastisch dat je dat aanhaalt. Media is heel... Media heeft bepaalde oogkleppen op. Drama gericht gaan ook. Sorry? Drama gericht. Drama gericht, die gaan vanuit een bepaald referentiekader. Ja. Als het geen kijkcijfers opneemt, why the fuck zou je dat uitzenden? En tijdens de coronacrisis is dat... eigenlijk na de aanslagen in Zaventem is dat heel zwaar naar boven gekomen. En tijdens de coronacrisis ook nog eens. Na de aanslagen was het direct de militairen die uitgerold werden over heel België en alle grootsteden. Ja. Vooral in de Joodse buurt. Enkel en alleen in de Joodse en de Witte buurten. Geen enkele militair in Borgerhout. Nee? Enkele militair in Borgerhout. Tot aan het Astridplein en dat was het. Ja, en dat was het. En dat zijn de buurten die beschermd moeten worden. Net Belgelei en Astridplein en de Meer daartussen uiteindelijk. Hè. Voor de mensen die Antwerpen niet kennen, wat voor buurten zijn dat? Belgelei is de Joodse buurt. Belgelei, Lange Leemstraat, Rubenslei. En nog een paar straten daartussen. Pelikaanstraat natuurlijk ook. Mm-hmm. De straat aan het station zelf. Astridplein is het plein voor het station van Antwerpen, voor het Centraal Station. Daar heb je gezien. Ja, daar heb ik gezien. Bij de Zoo van Antwerpen, toch? Ja. Okay. Dat is aan de Zoo, inderdaad. Ja. Ingang van de Zoo en ingang van het station van Antwerpen, inderdaad. Dus daar werd dat al heel duidelijk. En dan met de coronacrisis ook nog eens. Ja, iedereen moest thuis natuurlijk in lockdown. Maar ja, heel stom om te moeten zeggen, of niet heel stom, maar gewoon heel honest. Buurten waar vooral witte mensen wonen. Gentrificatie, basically, uiteindelijk. Hè. Dat zijn mensen die meer poen hebben. Ja.
Dus die hebben een groter appartement. Die hebben meestal ook maar één of maximum twee kinderen. En als ze geluk hebben, hebben ze een gemeenschappelijke tuin of een tuin voor zichzelf. Maar in Borgerhout moet je niet denken dat je met drie mensen op een appartement woont en nog eens een tuin hebt om aan. Borgerhout is eerst en vooral het tweede dichtstbevolkte gebied van België. Niet van Vlaanderen, maar van België. Wij hebben 2 vierkante meter per persoon. Hebben wij. Wauw. Basically in Borgerhout. En het punt is, daar wonen ook vele grotere gezinnen dan bijvoorbeeld op Zuid of op Thailandje. Dat zijn mensen van andere origine, inderdaad. En die zijn dat gewoon om grotere gezinnen te hebben, weet je. Dus als jij met 3, 4, 5 mensen op één appartement woont, en je vader die in een bouw werkt, zit ineens thuis. Uw moeder, die vaak niet werkt, zit ook thuis. En jij zit met 2 jongere broertjes of zusjes thuis. En jij moet dan nog eens studeren voor uw examens. Natuurlijk dat er problemen ontstaan. Exact. En dat is gebeurd. Dat is heel vaak in de media gekomen. Terlooplein, waar dat heel veel strijkers en bommetjes zijn afgestoken geweest en zo. Dat kwam constant, maar echt constant in de media. Altijd negatief. Terwijl dat er zoveel positieve verhalen zijn, ook in Borgerhout. De Koningplein, dat is een plein wat ik wist te vermijden, of wat mij verteld werd van te vermijden in mijn studententijd, omdat ik veel daklozen, veel geweld, steekpartijen, dit en dat. En dan zijn we daar eigenlijk toevallig ook gaan drinken. Je kende daar Vigo's. Ja, en Tim Jensen van de Vigo's. Ja, voilà. Shout-out naar de Vigo's. Voilà. En ook gewoon... Een beetje reclame. Tuurlijk. We komen daaraan. DJ'ken bij de bar. Hij is van supergezellig. De bar daarna. Je stapt daarnaast de kebabzaak binnen of een broodjeszaak. Je gaat je broodje halen. Je gaat terug iets drinken op dat terras. Cafeetje daarnaast. Nog mensen. Iedereen ziet elkaar een beetje. En dat was echt zo van... Oké, ik had hier echt veel langer. Ik had hier zelf ook gewoon moeten passeren. Chille vibes gewoon. Dus de Koningplein, in die zin bied ik mijn verontschuldigingen aan, maar ik ben beïnvloed geweest. Ja, maar ik ook. Ik had ook een beetje het vooroordeel dat de mensen daar heel arrogant gingen zijn in Antwerpen. En ik heb compleet tegenovergesteld gemerkt wanneer daar is. We zijn zeer behulpzame mensen, ze maat. Wat mij ook opviel in Antwerpen, is dat jullie heel trots zijn op jullie stad. Ja, zeker wel. Waar komt dat? Ik heb geen idee. Nee, maar bij mij is dat... Bij mij zijn met de paplepel ingegeven. Ik ben trouwens... Ik ga eerlijk zijn, ik ben trouwens geen Antwerpenaar. Ik ben in Nessen opgegroeid. Fraud. Nee, ik ben in Nessen opgegroeid, maar Nessen is de provincie Antwerpen. En zelfs als woont je in de provincie Antwerpen... Al woont je in Turnhout, dan ben je nog altijd trots om Antwerpenaar te zijn. Ik weet niet, ik zeg dat nu voor de mensen van Turnhout. They better be with the game, jongen. Want anders. Maar van waar komt dat? Ik weet dat niet eigenlijk. Dat is een bepaald... Sommige mensen noemen dat narcisme, maar ik noem dat gewoon trots zijn op je heritage. Mijn heritage ligt natuurlijk deels in Afrika, in Congo, maar ik ben wel hier opgegroeid. Mm-hmm. En alles wat ik hier gekregen heb, heb ik te denken aan mijn ouders, maar heb ik ook te denken aan gewoon de stad Antwerpen. Antwerpen is dé economische draaischijf van Vlaanderen. Het belastingsgeld, al onze goederen, al onze diensten, dat komt gewoon van de haven, weet je? En dat is gewoon onze ader. Dat is onze ader, dat is ons hart. Wat Vlaanderen doet kloppen uiteindelijk. Ja. En ik gebruik het woord Vlaanderen, ik ben geen Flamingant. Ik ben een Belgicist, mensen, dus bij deze. Even indekken voor alle commentaren straks. Maar het is duidelijk op welke partij dat je stemt. Ja, welke partij is er ook al 12 jaar aan de macht bij ons. Dus je wordt beïnvloed. Maar Antwerpen is een mooie stad. En er zijn zoveel opportunities, zoveel mooie mensen. En er zijn zoveel verschillende dingen ook te doen. Ik ben 7 dagen in Kreta geweest. Gisteren ben ik geland in Rotterdam. Sorry. Mm-hmm. Van de... In Rotterdam. Tjoetjoe. Een van de grappigste luchthavens ter wereld, Rotterdam. Echt de max. Ik kwam terug in Antwerpen. Ik had aan de trein gepakt van Essen naar Antwerpen. Ik kwam terug in Antwerpen en ik was aan het rondwandelen. En ik had echt gezegd... Ik ben terug thuis gewoon. Ja. Hoe vervallen dat Borgerhout er soms ook uitziet en hoe vuil en wat voor marginale mensen dat je soms ook tegenkomt, maar je wandelt rond en je denkt zoiets van... Ik heb dit gemist, man. Ook al heb ik 7 dagen op een goddelijk eiland gezeten. Dus ik weet niet, dat zit er gewoon in, die trotsheid. Meestal bij ons zijn we eerder
trots op onze buurten of zo dan op onze stad, zo, snap je? Ja. Ja, ik denk dat inderdaad zo die samenhang van te zeggen, inderdaad in Antwerpenaar, de mensen die rond Antwerpen wonen zeggen ook van ik ben een Antwerpenaar. Mm-hmm. En bij ons is het gewoon makkelijker om te zeggen van ik ben van Leuven in plaats van ik kom van dat dorp, want dan iedereen waar ligt dat? Dus het kan ook vandaar gegroeid zijn, maar ik heb zo, of het Brusselse, dat is zo... Ik weet niet. Ik in Brussel voel ik... Ik heb mij in Vlaanderen eigenlijk nooit echt deelgevoeld van de maatschappij. En niet om te... Maar ik weet niet. Dat is zo, ik woon daar en daar stopte het, snapte. Okay. Sinds ik in Brussel ben beginnen wonen, ben ik wel wat meer van België beginnen houden. Ja. En heb ik in Vlaanderen... Hoe lang woont je nu in Brussel? Twee, drie jaar. Okay. Ja. Ça va. Ja. En hoe oud ben je nu? Sorry. 27. Okay, dus je hebt je 25 jaar niet Belg gevoeld? Ja, ik voel het mij nu nog steeds. Maar zijn we niet allemaal cosmopolitaans? Ja, wel, maar ik woon hier en maar voel ik mij altijd erbij betrokken? Nee, maar ben ik er tegen ook niet? Tuurlijk. But you're your own man, denk ik, uiteindelijk. Absoluut. Ja, dat is bij mij ook toen ik in Essen woonde. Ik ga daar ook heel eerlijk in zijn. Hè. Toen ik in Essen woonde, ik zeg het, idyllisch, maar heel conservatieve gemeente. Hmm. Ik kan niet zeggen dat ik een van de eerste kleurlingen was, maar ik was wel een van de meest luidruchtige kleurlingen. Maar dus heel veel aandacht ging naar mij. Sowieso positief en negatief en neutraal. Hè, maar... ik moet ook eerlijk toegeven dat ik daar niet altijd op een positieve manier ontvangen werd. Maar ik had dan altijd zoiets van... Ik kan niet zeggen van het raakt mijn koude kleren niet. Maar toch wel zoiets van... Ja, oké, die kritiek komt. En als je niks doet, dan kun je niks misdoen. Ja. Maar vanaf het moment dat je iets doet, dan doe je sowieso iets mis voor iemand. Mm-mm. En als je geen haters hebt, dan doe je iets fout. Dat zeg ik ook altijd. Weet je. Dus dat gaf mij gewoon het feit dat ik dan commentaar kreeg, gaf mij gewoon nog meer erkenning van het feit dat ik gewoon goed bezig was met wat ik aan het doen was. Ook al wist ik niet wat ik aan het doen was. Mm-mm. Maar ik ben niet religieus, maar er is een pad voor iedereen. En meestal bewandelt je dat onbewust tot op een gegeven moment dat er bepaalde dingen beginnen klikken en zo. En in Essen bewandelde ik dat pad onbewust. Daar had ik natuurlijk ook zoiets van... Ja, ik ben geen Essenaar, maar dat stoorde mij ook niet toen ik daar woonde. Ik deed gewoon mijn ding met mijn maten. En wij zaten in onze... Ja, laten we de terminologie van nu gebruiken, in onze bubbel. Ja. En dat marcheerde. Maar het was bij mij ook toen ik in ik miste wel iets, omdat ik een vrij energiek persoon ben. En Essen is echt een dorp voor... Ah, sorry maat, als ik het zo zeg, maar voor gepensioneerden om daar te gaan wonen. Ja, om de laatste dagen daar te gaan. Ja, ik ken het wel. Ik ook in de maar fantastisch op, mooie natuur. Hè. Je woont aan de Kalmthoutse Heide, je hebt de Willese Duintjes, je hebt het Schenker. Allemaal heel mooie natuur. Hè. Maar, voor een fietstocht. Voor fietstocht, ja. Om te gaan lopen, om te gaan trailrunnen. Als je 16, 17 bent, dan wil je de stad gaan zien, toch? Ja, voilà. En ik heb dan even in Gent gewoond. In Gent kon ik niet gedijen. En daarna ben ik naar Antwerpen verhuisd en ik was thuis. Ja? Ik was gewoon thuis. Ja. Je, dus ik heb me inderdaad nooit echt Essenaar gevoeld. Misschien ben ik nu gewoon keihard trots op mijn stad, maar ben ik niet 100% Antwerpenaar. I don't know, maar ik ben gewoon thuis en ik doe gewoon mijn ding. En your vibe is your tribe uiteindelijk. Je vindt mensen rondom u die op dezelfde manier vibreren als u, juist gelijk jullie. Mm-hmm. En daar maakt jij je wereld rond. Ja, en daar gaat jij je hustle mee doen uiteindelijk. Ja. Ja, inderdaad. En je hustle wordt groter en groter. En dat wordt opgemerkt door meerdere en meerdere mensen. En je krijgt een aanhang en je krijgt verantwoordelijkheid over mensen. Juist gelijk dat wij nu met Prozac ook aan het doen. Ze hebben een poëzieorganisatie samen met Cleo. We hebben nu een collectief. We hadden een jaar geleden niet kunnen denken dat we nu 7, 8, 9 dichters hebben die fucking klaarstaan voor ons. Ja. Om wanneer wij opdrachten hebben en wij kunnen daar zelf niet zijn, dan sturen wij gewoon een paar van onze dichters daar naartoe die representeren en dan is klaar. Ja. Hoe zot is dat? Hoe zot is dat? Dus ja, dat had ik in Essen nooit kunnen verwezenlijken. Zo. Dat volg je wel. Ik merkte, ik heb in Leuven... Ik ben opgegroeid in Kortenberg, een dorpje naast Leuven. En daar had ik zo wat gelijk hetzelfde. Zo van, oké, ik ben nu 17, 18... Maar wat gaat het leven hier mij geven? Ja. Je zit daar wel goed, hè? Je zit daar inderdaad in je vertrouwde bubbelke. Als je echt iets wil maken van je leven of de kansen wilt grijpen die er zijn, dan moet je denk ik naar de stad gaan. Ja, ik denk dat is voor mij ook persoonlijk de reden waarom ik naar Antwerpen gegaan ben om te studeren. Hè. Ik was afgestudeerd in Leuven en dan had je zoiets van, oké, ik heb hier nu 6 jaar in Leuven op school gezeten. En je hebt wel, Leuven is een kleine stad. Ik heb het meestal wel gezien als ik hier nu nog eens 3 of 5 jaar ga moeten blijven zitten. Dat is een beetje te veel van het goede. Dan dacht ik, oké, kom, Antwerpen.
En ik ben heel blij van die beslissing. In België is ook alles... Alle grootsteden zijn dichtbij, dus het is ook perfect te doen. Ja, ja, exact. België is klein, man. België is echt klein, hè? België is klein, jongen. Maar het is zo verschillend, want ik heb in Mechelen op school gezeten een jaar. En ik heb nooit nergens zo hard gelachen als Mechelen. Ja, Mechelen. Oh, lala, die mannen zijn crazy. Die zijn echt zot. Ja, ja, daar heb ik... Een jaar, maar een jaar wist ik ook van, gotta get the fuck out. Maar dat was zo grappig, man. En dat waren echt zo'n grappige mannen. En in Leuven was het dan ook, maar op een andere manier. En in Gent heb ik ook een jaar gestudeerd. En dat waren, die hun energie was dan helemaal anders dan die van Leuven of die van Brussel. Dus je ziet, elke stad heeft ook zo wat zijn stijl en zijn swag. En ja... Het is heel komiek in zo'n klein beetje. Ja, ik kon zelf in Gent niet goed gedijen. Ik ga er heel eerlijk in zijn. Ik heb daar zelf ook anderhalf of twee jaar gewoond. En ik heb daar moeten struggelen, man. Ook omdat ik, ja, misschien ook een klein beetje mijn fout. Ik was heel jong en ja, een grote mond. Vrij arrogant. En Gent dat weten ze in Antwerpen wel, dat passeren. Daar kan de mensen dat smaken. De enige Antwerpenaar in omstreken daar. Ze kreeg ook wel constant op café de volle laag. Maar ik gaf heel het café ook wel de volle laag. Maar ja, Gent is niet mijn vibe. Dat is wel een mooie stad, hè? Historisch is een mooie stad. De Korenlei. De Korenmarkt. De Korenmarkt, sorry. En dan dat kasteel dat daar staat. Gravensteen. Gravensteen. Ken uw land. Deze gigas. Gent historicus. Oh check. Ja, zie maar gaan. Dus ja, nee, maar ik zit daar thuis. In Antwerpen. En zeker in Borgerhout, dat is mijn district. Echt. Borgerhout, ja man. Ja. Ik zou je graag als burgemeester zien. Dus. Officieel. Of officiële burgemeester. Diplomaat van de straat. Die is nice. Diplomaat van de straat. Dat wordt mijn volgende WhatsApp-dingetje. Ja, ik zeg het, ik vind het heel bewonderenswaardig wat je doet. Want veel mensen spreken wel om de wereld te verbeteren. Maar wat jullie daar doen, dat is... Dat is echt wel cool om te veel zien. Veel mensen zeggen dat ze de wereld zullen verbeteren, maar daar blijft het bij. Maar je hebt ook mensen die dat dan minder moeite steken in het ik ben daar en daar en daar mee bezig, om dat te laten weten. En die dat dan effectief al hun activiteit steken in. Ik ben er echt wel mee bezig om het resultaat te creëren. En zijn er nog plannen binnenkort met de zomerfabriek? Yes, sir. Dat is ook een deel van de wereld te verbeteren, zeker en vast. Met Prozac hebben wij de 29e juli, dat is een donderdag, dus zeker en vast intunen. Of wees wel gekomen, het is gratis inkom. Count me in, dude. Count me in, man. Oké. Mogen we onze productie doen op de zomerfabriek met Prozac, dus dat is super chill. We gaan daar een mix van poetry, music, dans, beeldende kunst en ik weet niet wat nog allemaal brengen. Onze artiesten. We hebben ze gezegd dat ze loco moeten gaan. Dus ja, dat komt in orde. Voor de mensen die niet weten, waar is de zomerfabriek gelegen? Voor de people die... Dat is in Berchem aan de Uitbreidingsstraat. De nummer... Weet ik niet meer, 200 en zoveel. Maar als je gewoon intikt Zomerfabriek Antwerpen, dan vind je dat sowieso. Trein, sowieso. Bus, auto? Wel, openbaar vervoer is daar zeer schaars. Oké. Vandaar het project. Pak samen met de Turnhoutse baan. Turnhoutse baan is Borgerhout en Zomerfabriek is Berchem. Dus er is niks met elkaar te maken. Niks met elkaar te maken. Maar nee, je kunt daar wel geraken met... als je van een andere stad komt, met de trein afstappen in Berchem. Sowieso. En dan daar... Eigenlijk is het vlakbij het station van Berchem. Ik denk dat het 700 tot 1 kilometer wandelen is ongeveer. En quasi iedere trein dat naar Antwerpen gaat, die stopt ook in Berchem. Ja, elke trein naar de stad stopt in Berchem. Dus, Vroeger was Berchem het hoofdstation. Ja. En Antwerpen Centraal was maar een bijstation. Kunnen wij dat bedenken? Ja, dat is wel immens. Ze hebben het helemaal uitgegraven. Ja. Onderaan. Dat is zotte shit. Ja. En bij Prozac zijn we... Ja, zijn we wel goed aan knallen. Dat is wel tof. Binnenkort is het Belgisch kampioenschap en wereldkampioenschap slam poetry. Ja. In 2021, dus dat is eind dit jaar. En wij mogen daarmee aan helpen. Dus dat is ook wel fijn voor nog maar een jaar bezig te zijn. Is dat wel interessant. Dus er komen nog heel leuke dingen op het programma. Ja, slam poetry, dat is zo, lijkt mij, ook al niet meer zo heel jong, maar... Dat is precies zoiets wat zoals is aan het uitsterven. Kan dat zijn? Dat ze wat minder op de voorgrond komt als vroeger? Ik weet het niet zo goed.
Ik heb zelf het gevoel dat het meer en meer op de voorgrond aan het komen is. Omdat we hebben nu onze stadsdichter, de Sekou. Dat is een achternaam. Sekou, sorry maat. Ik ga hun achternaam niet zeggen, want ik ga hem butcheren. En ik heb te veel respect voor uw broeder. Echt waar. Dat is een slampoort. Dus we hebben nu voor het eerst hebben wij geen witte stadsdichter. Oh. Na 10 edities. Hey, Antwerpen. Inclusiviteit, let's go. En ineens ook een slam poet. Dus dat is wel rete vet. En die gast is ook... zijn job is natuurlijk om poetry te representen in de city. En als hij wordt gevraagd... Dat is ook het mooie aan de Sekou. Als hij wordt gevraagd voor opdrachten, meestal weigert hij die opdrachten. Maar geeft hij een lijst van jongere dames of gasten. Ja, van, meestal ook van... Andere origine, gelijk waar. Mm-hmm. Andere origine klinkt zo generisch. Sorry. Mooie zwarte mensen. Dat je zo twee categorieën ja, hebt. Ja, echt hè. De ene beter dan de andere, zijn er wij. Maar, van Afrikanen meestal, geeft aan een lijst van... Zie, dat zijn mensen die je zeker moet contacteren. Dus de Sekou is echt een trailblazer. Dat is echt een voortrekker gewoon van de slam. En dan zeker van mensen met kleur. En zeker vrouwen met kleur. Ik denk dat hij... Ik ken hem niet supergoed, maar ik denk dat hij in zijn hoofd heeft gewoon van... Kijk, weet je, het is mijn doel nu om al dat jong geweld... Ja. Om dat gewoon allemaal naar voren te brengen. Dus in Antwerpen, de slam scene leeft wel. Echt waar. En je merkt dat ook met de Zomerfabriek bijvoorbeeld. Mama's Open Mic. Oh, dat vond ik cool. Miss Ellie, de organisatrice van Mama's Open Mic, zij is zelf een slam artist. Hè? Ja, dat klopt. En ze hebben dan Mama's Open Mic en ze hebben nog een ander concept... dus elke week hebben zij twee dingen in de Zomerfabriek, maar ook in Brussel. Niet alleen in Antwerpen, maar ook in Brussel. En daar komen artiesten optreden op die stage. Ik zweer het, je gast, jongen, nice. Wanneer ben jij daarmee begonnen? Zelf? Met poëzie? Ja. Well, dat is zo'n aan-af-relatie dat ik heb daarmee. Ja, ik ben heel jong beginnen schrijven, maar dat was aan dagboek en wat hip-hop en whatever. En ook poëzie, zonder dat ik het door had eigenlijk, dat ik poëzie aan het schrijven was. Maar echt met optreden of daarmee naar buiten komen, 1,5 jaar geleden. Is dat moeilijk om dat toch je ziel bloot te leggen? Zo voor de... Ah, wel voor mij eigenlijk totaal niet. Nee? Voor mij totaal niet. Maar ik ben nogal mediageil. I don't care. Maar ik kan dat begrijpen, de vraag voor veel mensen. Poetry... Slam, spoken words, gewoon dichten, comedy. Ga altijd van iets introspectief. Ga heel vaak van iets wat jij zelf hebt meegemaakt. Ja. Dus je stelt je sowieso al kwetsbaar op, omdat je iets vertelt over jezelf. Hoe verbloemd dat het ook mag zijn, het gaat altijd over u. Ja. De grapjes dat jij maakt als comedian, over de gedichten dat jij schrijft als poet, het gaat altijd over u op een of andere manier. Dus ik kan zeker inbeelden dat dat voor bepaalde mensen wel een stap is. Maar voor mij was dat niet meer dan logisch om dat eindelijk te beginnen doen. Ik wou dat eigenlijk al jaren doen, maar ik vond gewoon niet de juiste partner om dat samen mee te doen. En dan via Café Capital, shout-out naar de Carlos, Grand Café Capital. Veel reclame maken vandaag. ben ik dan Cleo Klappels leren kennen. En zij is mijn poetry buddy in crime for life. Sowieso, we hebben samen Prozac. En vaak heb je gewoon een shot onder je gat nodig van iemand die op dezelfde golflengte zit, maar dat je die persoon niet vindt, dan is dat heel moeilijk om zelf in gang te schieten. Ja. Ik denk dat is dat misschien met jullie ook zo gebeurd, met jullie podcast? Want ik weet niet hoe is dat juist tot stand gekomen uiteindelijk. Ik had er vroeger een, tijdens de eerste lockdown, had ik een homie van mij, shout-out naar Tom, Tokker, respect. Is dat Tokkeltom of Tokke? Nee, Tokke. Tokke. Ah, okay, ja, okay. Tokke. Ik ken ook een Tokkeltom. Nee, maar dat is een podcast gedaan, die noemde Tom en Moes. En die deden we dan in Leuven, maar dan ben ik naar hier verhuisd. Ik woonde toen ook bij mijn ouders. En dat ging niet meer, omdat ik dan naar hier verhuisde en hij zat daar, was niet meer evident. En ik wou die eigenlijk verder blijven doen, want ik had zoiets van, oké, Tokke is daar, maar ik zit hier, maar hoe kan ik het nog verder doen? Dus ik dacht, fuck it, ik ga gewoon alleen doen. Ja. Heb ik hem uitgenodigd als eerste guest. We hebben hier toen nice. twee uur en een half gezeten. Ja, nice. Ja, en dan hebben we zoiets van, ik moet dat met deze dude doen. Ja, en dan samen met Marvin ook. Die helpt ook ons mee. Dat is ook een van de co-hosts en Jam. Ja. En nice. Ja, zo zijn we er ook mee begonnen eigenlijk. Basic, ook zoals dat gezegd is, dat eigenlijk. Je begint met iets en je zegt op één klein iets ja. En je
loopt daar wat in verder en je denkt, oké, ik amuseer me wel. En je blijft daarmee doorgaan en je zet elkaar een beetje aan. En uiteindelijk zo van, oké, maak weer iets officieel van. Is goed, up. En zo groeit dat verder. En nu ook, nu zitten we weer. Deze gaat 12e, denk ik, worden. 12e aflevering worden. Ja. En dat is echt gewoon fijn om te zien groeien. Zeker op, zoals dat gezegd, ja, op korte tijd. Bij ons officieel 2 maanden, denk ik. Ja, misschien richting de 3 maanden. Mijn tijd. Dus ja. Werkt ook echt vlot. Ja. Het is gewoon ook leuk, want ja, wie had gedacht dat we bij u in Antwerpen op Radio Centraal zitten? Ja, dat was dat ook. Klasse. Ja, dat was klasse. Ja, dus we hebben gewoon fun. En oké, we hebben niet... we zijn nog niet pure professionele productie, maar we hebben echt gewoon een toffe tijd. Ja. En we leren toffe mensen kennen on the way. Yep. Voilà. Yep, dat is echt het tofste dat is, ja. Dat is wat je daar zegt, dat laatste, dat is voor mij ook zo... zal ik het zeggen? Dat is een unexpected benefit van alles, uiteindelijk. Want je doet het vooral, zoals dat gezegd, om zelf te amuseren. Ja. Onze poetry, dat doen wij ook, Cleo en ik, wij doen dat ook gewoon, omdat wij gewoon, ja, ik zeg het, hè, wij zijn een beetje media geil, wij staan graag op een podium. Ja, maar ja, geef ons de mic, geef ons een podium en wij gaan. Ik bedoel, we moeten niks voorbereid hebben, we zetten ons samen op een podium en wij brengen freestyle, een gedicht, ieder zijn vers en wij weten niet over wat we het hebben, maar... The people like it. Ja, de flow is gewoon goed. De flow is ik denk dat die energie aanstekelijk is gewoon. Ja. Als mensen voelen dat je real bent, dan... authenticiteit werkt. Authenticiteit en gaupenbakkes. Maak die fouten. Ja. Hoe meer fouten dat jij maakt, hoe meer dat de mensen het liken. Want ze weten dat je het niet hebt voorbereid. Ze weten dat je real bent. Ja. Maar wat ik dan wil zeggen, de unexpected benefit van zoveel interessante mensen tegen te komen op je pad. Dat je pad verrijken, dat is zo fantastisch. En dat merk ik ook met de weinige... ik heb dan een podcast met Paxane Turnhoutse Baan. Moet ik misschien straks nog iets kunnen over vertellen, of ook niet. maar dat is wel zo'n legit podcast, die echt wel maandelijks uitkomt. En dan met Quatsch natuurlijk, hè, onze zever podcast. En ik zit nu bij... Die vind ik fantastisch. Mensen, check zeker Quatsch. Ik heb me echt kapot gelachen. Ik vond hem echt goed. We moeten daar een klein beetje repetitiever in zijn, maar dat komt wel. Die flow komt wel. Maar gewoon daardoor, door die exposure... ben ik ook gewoon superveel interessante mensen tegenkomen. En dat is gewoon mind-blowing. Je hebt het plezier maken en bezig zijn en zitten kullen en zitten vloeken dat iets niet lukt. Hè, met de opnames of je USB-kaartje is vol en gaat het niet door. En, we know the shit, standaard. Je hebt een test kan staan, maar je bent op de tweede verkeerde op record te drukken of zo. Of er staat een error dat je niet gelezen hebt. Zo, hè. Je zit te vloeken, maar je komt zoveel nieuwe zielen tegen die je in je leven anders nooit waar tegenkomen. En dat maakt het gewoon super interessant. Exact. Echt waar. Zo heb ik Alex Agnew en Andries leren kennen. En zo ben ik dan in contact gekomen met Average Rob en Bokkie de Rapper en zo. Dus waar binnenkort trouwens ook podcasts mee gaan uitkomen. Dus dat gaat nog lachen worden. Maar ja, dat is gewoon... I don't know. Unexpected benefits, man. Ja. Dat is nice. Ja. Ik vond het echt tof om te... Jij bent op onze radar gekomen, voornamelijk door die Alex Agnew, hè? Ja. Dat is eigenlijk een held van heel veel jonge mensen. Ik denk het ook. Nog altijd, inderdaad. Ook al, ja, het is gewoon zo, exact. Omdat hij ook, zoals dat gezegd, authentiek is. Je kan zeggen van, ja, u moet ik niet hebben en u wel. En die zal nog altijd met u komen praten, omdat hij weet van, nou, dat maakt mij niet veel uit. En die vibe. En dan weet hij van, oké, die is wel open-minded. Ja, en dat is wel iets wat dat zeker deze generatie is echt mee nodig vakken. Heeft. Ja, zeker. Exact. Die hebben niet meer die afgeborstelde radioprogrammateurs nodig die of daar de zitten. TV-show-hosts. Goedenavond, beste luisteraars. Vandaag is het weer 2 uur op Radio 2. Nog ervoor. Nee, maat, dat is passé, die shit, exact. Sowieso. En ik merkte dat ook toen ik bij een Andries en een Alex zat. Want dat was gewoon... Dat is in een Andries zijn bovenkamer. Ja, kijk. Het is blijkbaar niet de enige dat die daar zit. Shout-out naar Andries. Andries, echt waar. Dat is op zijn zolder gewoon. Ah, zalig. Dat is gewoon op zijn zolder, hè. En toen ik daartoe kwam, al redelijk wat pilsjes gedronken, sixpacksje mee naar boven en gewoon gaan. En die gasten hebben ook zoiets van, let's go. Ja. Maakt niet uit. En je merkt dat ook tijdens het gesprek, dat was heel organisch. Ja, exact. Niemand had niks. Hij had wel wat dingen voorbereid, ik had wat dingen opgeschreven ook, die ik niet heb kunnen zeggen. Zoals? Praten waren. Ja, ik had wat dingen van Paxane Turnhoutse Baan opgeschreven en van onze poëzie en zo, dat ik zeker moest zeggen, maar ik ben daar niet allemaal toegekomen. Dus, echt 2 minuten dat blad aan de kant. Goeie taden. Ja, ik was... Nee, sorry, zeg maar.
Nee, voilà, goede tijden. En dat is een goed voorbeeld van ja, dat zijn vrienden voor het leven uiteindelijk. Weet je. Dat is leuk. Daar heb je een topic naar boven gebracht wat ik ook ken, of wat mij heel nauw aan het hart ligt, en dat is dat adoptie. Nou ja. Jij bent naar hier gekomen op welke leeftijd? Op mijn 1,4 jaar. 1 jaar en 4 maanden, ongeveer. Ja. En ondertussen? Ondertussen binnen een week 36. Ja. Oh, wow. Ja. Gecondoleerd. Hoe was dat voor jou om als geadopteerde op te groeien in Antwerpen? In Essen. In Essen. Huh? Ja. Interessant. Interessant. Ik was vroeger en nog altijd een heel levendig en energiek kind. Mens, zaande. Dus zoals ik zei, I was my own man. Mm-hmm. En mijn ouders, ik heb het geluk om op te groeien tussen bij fantastische ouders. Dat is ook als adoptiekind, moet je dat geluk hebben. Want als adoptiekind kies je niet waar dat je terechtkomt. Hè? Nee. En ik had wel redelijk wat challenges. Hè, als ADD'er, als gewoon het trauma van geadopteerd te zijn. Als identiteitscrisis, et cetera, et cetera. Maar ik ben opgegroeid in een zeer warm nest. En mijn ouders hebben mij in de mate dat zij konden, alles gegeven wat ze konden. En ook alle begrip gegeven wat zij konden, wat dat super belangrijk is. Ja. En ook alle geduld om mij te kunnen ontplooien op de juiste manier. Op een gezonde manier. Op een manier wat dat voor mij goed voelde uiteindelijk. Hè. Dus op dat vlak, gezinsvlak, qua nurture, op gezinsvlak, niks aan positiefs. Natuurlijk, mijn ouders zijn ook maar witte mensen, die kunnen ook maar tot op een bepaald moment begrijpen en aanvoelen wat jij begrijpt en aanvoelt uiteindelijk. Ja. Hè? Zij kunnen niet in mijn hoofd kijken als zwarte die naar een witte maatschappij kijkt. Hè? Maar ik heb het voordeel dat mijn vader psycholoog is. Mijn moeder deed etymologisch onderzoek naar de streek. Dus ze was ook heel begaan met geschiedenis en heel begaan met social dynamics en whatever. Dus die investeerde daar heel hard in. Maar langs de andere kant, uw ouders zijn natuurlijk het dorp niet. Ja. En Essen Village, hè, zoals ik al zei, heel idyllisch, maar heel conservatief. Ja. Daar waren zeker wel wat challenges. Ja. En zeker als je dan een grote mond en een rat van tong zat en mensen altijd van antwoord kunt tienen in het perfect Nederlands, maar dat zij zeker niet verwachten, dan krijg je af en toe wel eens een klap links en rechts natuurlijk. Maar dat doe je ook alleen maar volwassener worden en gasten. Dus op dat vlak... Heeft dat bij u iets nagelaten? Heeft u dat harder gemaakt? Heeft u dat zwakker gemaakt? Dat heeft mij zeker een vast rijker gemaakt. Ik zal het zo zeggen. Harder, zwakker, I don't know. Maar dat heeft mij gewoon een breder spectrum gegeven over hoe dat de maatschappij in elkaar zit. Ja. En dat is ook, denk ik, wat dat mij een goede salesperson heeft gemaakt vroeger en wat dat mij nu een goede community builder maakt, is dat ik wel heel snel kan zien aan mensen wat de social dynamics zijn tussen mensen. En wat dat uw drijfveren zijn, hoe tot uw trauma's te geraken en hoe u een platform te geven of mee u na te denken van waar je naartoe wilt. Ja. Omdat je dat constant eigenlijk moest reflecteren naar mensen die al voor mij stonden van wat is uw drijfveer om mij een neger te noemen? Ga staat hier nu met 3 man voor mij. Uh-huh. Wie is de eerste dat mij gaat slagen? Uh-huh. Wie moet ik eerst een bloedneus slagen en dan snel weglopen, zodat de rest die kerel gaat helpen en niet achter mij aan gaat lopen? Uh-huh. Snap je? Maar zo'n dingen, dat zijn allemaal basic, primaire dingen. Uh-huh. Die wel ingebrand zijn uiteindelijk. Die er wel voor zorgen dat je heel snel mensen gaat kunnen lezen en beslissingen kunt maken. En als je dat dan op een positieve manier gaat gebruiken, dat je heel snel kunt zien van oké, jij zit nu tegenover mij, je komt met een concept naar mij toe. Je weet niet wat dat concept is uiteindelijk, maar je voelt wel iets. Je bent passioneel, je bent gepassioneerd. Hoe kan ik u helpen? Wat zijn uw trigger points om u te helpen om uw concept verder te laten groeien? En met wie moet ik u in contact brengen hier in het district? Op welke manier werk jij? Hoe zou jij ergens kunnen meedrijven? Voilà, en welke mensen moet ik... Want persoon A kan soms niet werken met persoon B, maar persoon X kan wel werken met persoon A. Ja. Dus ik moet ook zien wie dat ik met wie in contact breng de hele tijd. En social engineering, social dynamics inderdaad. Ja. En daar heeft het feit dat ik anders ben, daar heeft adoptie wel voor gezorgd dat ik dat allemaal snel weet, zeg maar. Maar ik
ik ga eerlijk zijn. En dan spreek ik kaart tegen mijn eigen winkel. Uh-huh. Maar mensen die dat willen adopteren, België die dat willen adopteren, blijf in hun eigen poelen. Blijf in hun eigen cirkel. Echt waar. Ja. Adopteer een wit kindje. Ja. Sowieso. En waarom? Het is moeilijk. Het is moeilijk. Het is niet makkelijk, hè? Het is... Mijn ouders zijn mijn helden, man. Die hebben... Want ik ben nu 35 jaar hier. Toen leefde de geest van Leopold II nog hard, hè, maat. Ja. En, ja, het is ook nu pas dat ze de standbeelden... Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat voor ons dat is nog anders is om opgegroeid. Want ik heb veel racisme meegemaakt, ook als jongen. Als jonge kerel, maar ik heb me daar... Snap je? Ik laat dat niet... Ik maak me daar niet moe van. Zolang ze de handen naar mij kwamen, zeg het in mijn gezicht en dan praten we verder. Nee. Maar ik heb wel jongeren die geadopteerd zijn en waar ik het gevoel heb dat die daar getraumatiseerd was. Ja, zeker. Dat die zwak en onderdanig zijn geworden. Ja. Ja, zeker. Heel onderdanig. Ik denk dat dat te maken heeft... Ik heb dat ook in de AA-podcast naar boven gehaald en ik wil het hier zeker nog eens naar boven halen. Naar mijn ervaring, ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar ik heb even vragen, zijn jullie beiden eigenlijk ook geadopteerd? Nee, ik heb geadopteerd. Jij wel? Ja. Ook Congolees? Ik ben geboren in Burundi, 94, tijdens de genocide. Ik ben dan in... Je bent met de machette geboren, machette in de hand. Helaas wel. ben ik ook al een jaar en een half naar hier gekomen. Ja. Mijn vader. Ciao, papa. Ciao, papa. Bij een Italiaans gezin in Kortenberg. In Kortenberg? Godverdomme, of all places. Jezus, Italiaans gezin dan nog eens. Ja, dus ik heb niet echt een hele klassieke opvoeding gehad. Nee, mijn vader is dan oldschool, want die man is al pak genader. Mijn ma is dan een Vlaamse vrouw. Dus ik heb dan van jongs af aan ook heel veel Italiaanse invloeden gehad. Exact. Elk jaar ging ik naar Italië. Dat is nice. Dus ja, ik heb zoveel veel verschillende perspectieven op de wereld dat heel gek is. Ja. Dus ja, als ik dan soms mensen hoor praten, ja, de blanke, dat is ook heel breed, want als ik bij mijn Italiaanse familie ben, die hebben helemaal niks te maken met mijn Belgische familie. Dat zijn ook twee compleet verschillende mentaliteiten. Dus dat is heel... Cultuur is iets heel speciaals. Twee dingen, inderdaad. Ja. Twee dingen. Eén, ik denk dat het als geadopteerde heb je sowieso het voordeel. En dat is ook iets waar je mee struggelt. Het voordeel om verschillende perspectieven te hebben. Ja. Want je weet vaak je eigen roots niet. Dat is iets waar ik zelf ook mee struggelde. En dan kom ik op het andere punt. Mm-hmm. Dat is ook iets waar ik mee struggelde toen ik in mijn puberteit zat. Identiteit. Ja. Je roots, je kent je roots niet. Je weet niet wie dat je fucking ouders zijn. En dat is zo belangrijk. Oké, mijn ouders waren mijn adoptieouders. Ze zijn nog altijd mijn adoptieouders, maar dat zijn niet je ouders. Dat zijn niet je biologische ouders. En dat is iets, als je in je puberteit zit, is dat zeer belangrijk om die roots te vinden en daar eindelijk op verder te kunnen bouwen. En als je die niet hebt, dan is dat echt iets heel lastig. Dus het dwingt u om verschillende perspectieven over de maatschappij te hebben. Mm-hmm. Afrikaans perspectief, Europees, Belgisch perspectief en gewoon een algemeen cosmopolitiaans perspectief, denk ik. Langs de andere kant kom ik dan ook tot het volgende punt. Als je adopteerde, ik heb het ook bij de AA gezegd, identiteitscrisis, maat. Ik denk dat elke geadopteerde een identiteitscrisis meemaakt. Willes nillens. Hoe hard of zacht dat die ook is, dat wordt gefaciliteerd. Die hardheid of die zachtheid wordt gefaciliteerd door de nurture. Hè, door de mensen waarom dat je opgroeit. Ja, ja. En ik heb het voordeel gehad om op te groeien met een zeer begrijpende en liefdevolle familie. Dus die hebben dat, naarmate dat zij konden, hebben zij dat heel goed behandeld, mijn identiteitscrisis. Ja. Maar als ik was opgegroeid, en dat is helemaal niet slecht bedoeld, maar opgegroeid met een bouwvakker, met een dekwerker die al 12 uur per dag op een dek staat, die en dan thuis komt en gewoon zijn fritten met biefstuk moet hebben en geen gezeik wilt hebben van een kind dat geen zeven wilt hebben. Shout-out aan geen zeven. En geen zeven wilt hebben van een kind dat niet weet waar dat zijn plaats is in de maatschappij. Exact, ja. En dan een paar toeken links en rechts krijgt. Ik was totaal anders opgegroeid. Dus ik denk dat als je adopteerde, dat is een vloek en een zegen. Uiteindelijk. Ja, dat is een vloek en een zegen. Ja. En het is aan u om daar een vloek van te maken of een zegen van te maken. Ik ben nog altijd, ik ben 36 en ben daar nog altijd mee aan het struggelen. Sowieso. Zijn je terug geweest al? Nee, het verste dat ik geweest ben is Marokko.
een paar jaar geleden. Maar het was de bedoeling om vorige zomer, mijn reis stond semi-gepland, ja, om te gaan naar Congo en mijn moeder te bezoeken in Angola en zo. Maar dan kwam de corona. Dus had ik zoiets van, ja, laten we het uitstellen. Ja. En het staat toch gepland, dus ik kan het volgend jaar of een paar maanden later toch terug oppakken. Dan de corona bleek echt wel een fucking geopolitiek gebeuren te zijn. Ja. En dan, ja, eind januari is mijn moeder komen te overlijden. En dan is de moed bij mij ook een klein beetje ingezakt om terug naar Congo te gaan. Want ik ben ook niet bij de begrafenis kunnen zijn. En de rest van mijn biologische familie neemt me dat echt wel heel kwalijk. Ja. Dat je daar niet bij bent geweest en al die shit. Dus. Maar ik had ook zoiets van, ja, ik ben nooit in Congo geweest. Ik heb nooit mijn familie gezien. Als ik nu naar een begrafenis ga, te midden van de coronatijdperk, nu naar een begrafenis ga in Congo, in Angola, sorry, bij mensen die ik niet ken, hoe fucking weird is dat, gast? Nou, dan kan ik wel begrijpen dat je daar out of place voelt. Ja, sowieso. Dus ook een overlijden wordt in verschillende culturen anders. Bijvoorbeeld in traditionele Afrikaanse cultuur, hoe groot Afrika ook is, dat verschilt ook nog altijd van noord naar zuid. Maar daar is het eigenlijk typisch dat die familie lange tijd samen blijft. Een week, twee weken samen gaat wonen, voor elkaar zorgt en op die manier dat verlies verwerkt. En hier in België is het gewoon van, ja, eigenlijk zondert je een beetje af en iedereen verwerkt dat op zijn manier. Je gaat naar de waken en dan twee dagen, drie dagen later is de waken en dan een week later is de begrafenis, koffietafel en alles is afgelost. Op papierwerk nog. Papierwerk en klaar. En dan de notaris twee, drie jaar later. En dan begint te bizar. Dan begint te echte shit, wat de notaris daar. Shit, bro. Dan komen de belastingen. Betalen, jongen. Ja. Dus... nee, ja, het is een vloek en een zegen uiteindelijk. En terug, ik weet niet, zet jij al terug geweest naar Burundi? Ik heb het geluk gehad, ook shout-out naar mijn ouders, dat ik in 2009 kans heb gehad op mijn grootmoeder, die tijdens de oorlog voor mij gezorgd heeft. We hadden het geluk ook nog dat het contact er was. Ik heb andere vrienden die bijvoorbeeld uit India of zo geadopteerd zijn en die weten soms ook zelfs niet wie zijn mijn ouders. Exact. Die worden gevonden in nog kutere situaties als ik of weeshuizen of zo. Dat geluk had ik nog. Dan mijn ouders nog in contact stonden met mijn biologische familie. En dan zijn we naar Burundi gegaan. En ik kan nu zeggen, dude, het eerste keer dat ik daar van het vliegtuig stapte, wat een cultuurshock. Ik kan er een kop van in mijn keel krijgen als ik erover ben. Oh, shit. Want je loopt daar dan rond en je weet van, hier ben ik geboren. Ja. Hier kom ik vandaan. Ja. En veel van mijn leeftijdsgenootjes kunnen het niet navertellen, snap je? Ja. Dus dan de eerste keer als je daar naartoe gaat, dan zie je daar echt je mensen. En dan weet je van, oké, Hier ligt een deel van mij. Ja. Snap je? En dat is iets dat... Your heritage. Ja, man. Jouw genen liggen daar. Ja, jouw genen. Die mensen lijken op u. Geen nature, geen nurture, maar nature always calls you back, man. Exact, maar als nature je daar dan ook rondstapt, als je daar dan rondstapt, dan merk je ook van... Oh, they look like me, but I got nothing in common with this people. Begrijp je? En dan begint echt zelfs wij... Dat zorgt voor een dissociatie in je hersenen. Dat je wel weet van, oké, ik ben hier geboren, maar daar stopt het ook. En je moet dat wel doen, want je ziet ook wel, oké, als ik terug in België ben, ik moet proberen humble te zijn. Voor hun, snap je? Ik heb ook veel monkey shit gedaan en de clownuitgang en zo. Maar als ik daar dan aan terugdenk, dan denk ik van, oké, I owe it to these people om terug in België mijn fucking best te doen. Om er iets van te maken, bro. Want die staan daar te wachten, begrijp je? Dat is natuurlijk heel cliché. Maar er zit wel iets. Nee, maar je bent een trailblazer, hè? Altijd. En je moet het ook gewoon doen voor hun. Maar dan kom je terug en dan vergeet je dat weer vrij snel. En dan ga je terug pitten pakken op de markt en knokken met de vriendjes op café. En dan vergeet je dat wel. Altijd fighten, gast. maar toch ergens voel je toch nog altijd... Dat je er toch nog een stuk van je daar hebt gelaten. Sowieso. En telkens als je daar... Ik ga daar nog geregeld naartoe. Ik ben er 2 jaar geleden naartoe geweest. En dan daarvoor nog eens. En het doet wel goed om daar te zijn. En dat geeft je ook goesting om te werken voor Afrika. Ja. Want als je daar komt, dan denk je soms van... Oké, waarom zijn we hier zo onze tijd aan het verspillen? Terwijl de middelen zijn daar... Ze zijn daar op ons aan het wachten. Ja. Soms een beetje te veel bij het handje lopen. Of dat ze denken, this nigga is from Europe. Snap je? Which I've... It's Give fine. Nice. Ja, en I don't blame him. Snap je? Maar er zijn zoveel potentieel. Dat, heeft mij enorm... Vroeger, toen ik heel jong was, voelde ik me ook zo'n beetje...
ja, niet schamen van waar je komt, maar zo... Ja, wat is Afrika? Allee, dat komt ook zwaar. Sorry dat ik wel nee, maar dat komt zwaar door onze scholingen, man. Ja, absoluut. Zwaar, wat was het van Afrika? Miserie, enkel miserie, ziektes. We leren welke westerse landen imperialistisch genoeg waren om Afrika te koloniseren. En dat doet wel iets met mijn onbewust, met je zelfvertrouwen. En, ja, sowieso. En we leren ook, ja, Afrikanen hadden geen geschreven geschiedenis. Hè? Ja. Die hadden mondelinge geschiedenis. Ja. En vanaf dat de kolonialisten daar waren, die hebben de oude generaties uitgemoord, waardoor dat ze die verhalen niet meer konden vertellen naar de jongere generaties, waardoor dat wij letterlijk onze geschiedenis verloren zijn. Maar wij hebben zo'n fantastisch mooie geschiedenis. Crazy shit, man. Dat is echt waar. Wij hebben dingen gedaan. Ik zweer het u. De oude Grieken, die kwamen naar Afrika om te studeren. Ja, in Egypte, in Sudan. Om eender wat te studeren. Egypte, Sudan, Libië. Dat waren allemaal kenniscentrums en maten voordat de Griekse democratie ontstond. Democratie is trouwens in de Indusvallei ontstaan, niet in Griekenland. Even zeggen tegen de mensen. Maar nee, Afrika is really like the mother continent of Earth. Weet je? Ja, maar wij leren dat niet. We leren dat niet. En dan kan ik zeker en vast daarin komen dat je zoiets hebt van... ik ben Afrikaans, maar wat ben ik daarmee? Ja, dan wat ben ik daarmee, exact. Juist gelijk dat je die vlaggetjes hebt van ik ben Vlaming, maar wat ben ik daarmee? Basically, maar dan in een positievere connotatie. Maar ik merk wel nu dat de jongere generatie, ook daar en hier, ik denk dat het voor uw generatie waarschijnlijk moeilijker moet geweest zijn om te dealen met het hele racisme. Wij hebben denk ik nog... Ik denk mijn generatie... Een soort leerschool al gehad van, kijk, het kan zijn dat je dat en dat tegenkomt en zo reageert je het beste. Voilà, geef gewoon een mot en dan stopt dat wel. Stopt dat, maar ik kan me inbeelden. Slaag gewoon en voilà. Echt waar, zorg dat je bloed en loopt dan weg. Ja, maar daar zijn we, uw generatie en ouder ook dankbaar voor. Want, dat is graag gedaan. Ja, want wij hebben het... Ik denk dat wij nog... We hebben het gemakkelijker gehad. Hier en daar nog wel iets gehad, maar bij ons maakt het geen deel meer uit van onze jeugd. En ik denk... De jongeren, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar de generaties na ons, dat die nog minder en minder. Ja. Ja. Als je nu een gemeentelijke basisschool binnenloopt, ja, je gaat niet meer met de vinger kunnen wijgen. Dat waren nu niet de woorden dat ik ging gebruiken. Zeker op basisschool. Basisschool, dat is niet wat ik bedoelde, maar je snapt wat ik wil zeggen. Hey, keep it real, man. Keep it real on this mic. Zo, als je, inderdaad. Mijn zus heeft 3 kleinkinderen. Hè. Mijn petekindje Lena, die is 11. Dan Oscar, die is er 9. En dan Annabel, die is er 5. En als je gewoon kijkt naar de kinderen daar op school en de vriendjes en vriendinnetjes, waar dat die gewoon mee omgaan en geen vragen over stellen. Turks, Marokkaans, Libisch, Boliviaans, Peruviaans. Alles zit daar gewoon op die schoolmaat. En dat... Dat maakt dat zo. Als ik hen, want ik ga nooit afhalen van school of hoe of wat, maar als ik hen hoor vertellen over hun vriendjes en vriendinnetjes, over Fatima en over de Adele en over de Hafid en over Leslie en ik weet niet wat allemaal, alsof dat het normaal is voor hen. Mm-mm. En dan heb ik echt zoiets van, er is nog toekomst. Ja, exact. Absoluut. Exact. Het gaat beter worden. Misschien wordt het nog even erger voor het beter wordt, maar... Ja, ik wou net zeggen, we zitten... Even in een shitty-ass situatie. Ja. Maar het is altijd het donkerste vlak voordat de zon opkomt. Dus we gaan nog even een heel zware situatie doorgaan. Maar ik denk de volgende generatie na ons, de generatie van de kinderen van mijn zus, die zijn niet meer dan normaal gewoon om in een cosmopolitan situation op te groeien uiteindelijk. Ja, Lena, een van haar beste vriendjes, is een Turkse of een Libische, ik weet niet wat voor grietje. Weet je. En die komen bij die familie komt bij mijn zus. Dat is allemaal nice. En dat is allemaal normaal. Maar je moet dat 20 jaar geleden. 20 jaar geleden was dat heel weird als ik ging spelen bij een wit vriendje. Als hem klein gaat, ligt in de vriend in de zetel, mag het bijhouden. Enkel de koperen muntjes. Enkel de koperen muntjes. Moet jij nog wat zilverpapier hebben? Hier, hè? Stuur ze maar op naar Afrika. Ik denk dat we er zijn. Nee, goed. Ik vond het super plezant, dude. Ik hoop
we binnenkort nog eens op bezoek mogen komen. Zeker. Ja. Ja, ja, ja. Laten we vaker kruisbestuiving doen. Ja, zo. Zo, zo. Ik bedoelde eerder in Burgerhub, maar op de show is ook goed. Ja. Maar sowieso Burgerhub. Wees wel gekomen. Open huis. Dus ook even een shout-out naar Burgerhub, naar mijn werkplaats. Open huis. Dus iedereen is daar welkom. Turnhoutse baan nummer 92. Maar wees welkom. En het zou gewoon kei tof zijn moesten jullie positieve Brusselse vibes naar Antwerpen brengen, weet je? Dus, ja, volgende keer helpen de twee andere boys er ook bij te hebben. Mm-hmm. Die hebben hier, en die wortels zitten hier nog dieper in Brussel als die van mij, man. En als ik dan nog eens een Radio Centraal interview kan organiseren. Ah, shout-out naar Leen. Leen. Nee, dat was ook super plezant. Leen is een toffe. Ja, dat is een coole. Die is echt rock and roll. Ja, exact. Tokwerkster, joh. Dat zijn de grieten die je moet hebben, gast. Bedankt om te kijken, pieps. We hebben nu meerdere camera's, dus nu... Peace. And peace. Sowieso. Toppers. Toppers. Dankjewel, bro. Fuck. Mijn liefde gedaan.